In 1941 besluiten de Duitsers tot de bouw van de kazerne als SS-politiekazerne. Hier vindt de Grüne Polizei onderdak. Architect Gonzer ontwerpt samen met zijn vrouw een gebouw in traditionele bouwtrant, de Heimatschutzstijl van de zogeheten Stuttgarter Schule. In 1943 komt de kazerne binnen de Hauptkampflinie van de Festung Scheveningen te liggen. Ter hoogte van de kazerne, aan de rechterkant van het fietspad, staat de enorme commandobunker van Seyss-Inquart, gebouwd in 1942.